Zon, zonnig, zonniger. De kijk van Erwin Krol. Ja, het wordt vanzelf wel zonnig als je naar nou het weer van vandaag kijkt. Zeker naar dat vanmiddag, en dat is op de foto te zien. Prachtig zonnig weer in het hele land, temperatuur met een graden of 15, 16. Maar er is nog meer op die foto te zien. Dat is deze bewolking hier over het noorden. Die ligt inmiddels al over ons land en die gaat weer iets ander weer aankondigen. Maar daarover zo meteen wat meer. Eerst kijken naar het weer in Europa. En dan zien we de foto van Europa met hier Italië in de zon, Griekenland in de zon, daar Spanje in de zon en dan in het midden, vooral in het midden van Europa en hier Oost-Europa, daar is erg veel bewolking en ook hier in het noorden. Dat beeld willen we wat vollediger maken en daarom gaan de temperaturen daar overheen. En wat zien we dan? Dan zien we dat die bewolking daar over Midden-Europa en Noord-Europa, dat dat eigenlijk een scheidingslijn is tussen twee luchtsoorten. Hier echt zomerweer en hier eigenlijk een veel te koud voorjaar. Nou, daar zitten wij in en kijken we dan ten noorden van ons land, dan zien we daar wat bewolking. Daar over het noorden nog wat meer stipjes, dat zijn wat buien, dat betekent dat het dus ander weer gaat worden. Vannacht kan dat wat motregen opleveren, morgen overdag, dan breekt die bewolking weer, Er komt een wisselende bewolking, af en toe wat zon, maar er komen ook buien en dan komt een krachtige noordwestelijke En aan de kust. Kan die wind wel eens toenemen tot windkracht 7. En dat betekent natuurlijk met zo'n harde wind uit een koude richting dat de temperatuur morgen ook niet veel hoger gaat worden dan een graad of 10, 11. Donderdag houden we ook nog dit koele weer aan, maar daarna er komt er weer een klein beetje herstel in de richting van dat wat we vandaag hadden en dat betekent dat de rest van de week het weer wordt zoals het in Nederland hoort te zijn, vol wisseling. Einde van dit 8 uur journaal. Een prettige avond verder.